Hallo, ik ben Tim van Delft van de Staat en ik ben hier bij het Haags Popcentrum om namens de drumschool van Steven van den Burg een clinic te komen geven. Tim, geef je dit soort clinics vaker? Ja. Ja, kort, oké. Okay. En hoe ben je met Stefan in contact gekomen hiervoor? Nou, we spelen allebei het Ludwig. En de jongens van Ludwig, van de importeur, die hebben ons met elkaar in contact gebracht. Dus toen heeft Stefan mij gebeld of ik een clinicje wil komen geven. En dat wou ik natuurlijk wel. Ja, dat snap ik. Want het is wel, het was wel Stefans initiatief, of was het meer vanuit Ludwig? Van Stefan. Oké. En wat ben je van plan om vandaag allemaal te gaan doen? Nou, ik ga aan de hand van het tweede album van de Staat, Machinery, ga ik een aantal nummers uitlichten en de muzikale uitdagingen die daarin zitten. En dan eigenlijk probeer ik dan een beetje om dat weer helemaal uit te kleden naar de meest basale drumoefeningen die daarbij horen of zo. Voor de mensen. Dat ze op die manier hoor je, zeg maar, dat als je hele droge dingen aan het oefenen bent, dat het wel degelijk een functie heeft. Dus dat wil ik een beetje benadrukken. En aan de andere kant juist dat je ook door gewoon je favoriete bandje mee te gaan spelen, dat je ook, ja, voor de mensen van wie de Staat het favoriete bandje is dan. Maar ook als je andere muziek meespeelt, dat er altijd leerzame dingen in zitten. En dat het, als je net die ene fill niet kan, dat het leukste is eigenlijk om dan gewoon die fill 400 keer af te gaan spelen en helemaal te gaan kijken hoe die in elkaar zit, weet je wel. En dus ik doe dat dan vandaag met onze eigen muziek een beetje. En ik ga nog een beetje wat dingen over paradiddles vertellen en over dingen in zessen spelen. Maar ja, goed, dat is een beetje technische informatie. Komt straks allemaal. En helemaal aan het einde dachten we van best vet als het gewoon, als er echt een groove bij komt, zeg maar, dus als die snare erbij komt, maar je wil die floortom ook door blijven spelen. Het zijn allemaal dingen waarbij ik echt al graag wil dat de rest ook blijft doorlopen, weet je wel. Dus dat wat je daarvoor al had en groove, dat dat niet verloren gaat, en dus dan krijg je het eindstuk. Jij drumt met links op rechts. En dat is iets wat je niet heel vaak ziet. Ja. Denk je dat dat... Dus normale drummers spelen zo. En ik drum zo. Dus om het makkelijk te zeggen, ik schrijf met links en ik voetbal met rechts. Nou, kijk, om het makkelijk te zeggen. Maar denk je dat dat invloed heeft op de manier waarop jij speelt? Ja, want daardoor heb ik heel erg... Als je kruislinks speelt, dan heb je natuurlijk een wat beperktere zone waar je in kan spelen. Omdat je die hi-hat hier de hele tijd moet spelen. En omdat ik dus open speel, heb ik eigenlijk gewoon aan allebei... Oh, sorry. heb je aan allebei de kanten zo'n hoek van 90 graden ongeveer, waar je dingen neer kan zetten en erop kan slaan. En dat is op zich met rechtshandig spelen, of met gekruist spelen ook wel. Maar ik merk dat het voor mij heel makkelijk is om toms te spelen. Dus in bijna elk liedje wat ik doe, speel ik en op de hi-hat en ondertussen ook over tom zijn. Dus rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Nou, als je dat zo aan het spelen bent, dan denk je, ik kan toch ook gewoon om en om. Veel makkelijker, veel minder gezeik. Maar met zo'n paradiddle kan je heel veel kanten op. Bijvoorbeeld als je er een basdrum bij gaat doen, je schuift de dubbel die je speelt eentje naar voren. En je speelt als laatste een basdrum, dus je... Maar ik ben heel erg benieuwd. Is er nog iets wat je zelf nog kwijt zou willen? Of, Nou ja, ja, er moeten meer meisjes gaan drummen. Want ik geef les in Arnhem op de Jacobiberg en ik geef les aan 0 meisjes. Dus dat mogen er wel wat meer zijn. Dus vrouwen, verenigt u en ga lekker drummen. Dat is leuk.
Nou, je hoort het, vrouwen gaan drummen, jongens ook. Wij gaan zo hier kijken naar hoe Tim deze clinic gaat geven. Tim van Delft van de Staat.